Ah, je favoriete level. Wacky Workbench. Ja, ja, ja. Is dat een wacky level of niet soms, Jesse? Deze level is... Wacky. Volgens mij mijn favoriete level in het hele spel. Dus... het begin is niet zo erg, maar gewoon later, wanneer je rondstuit het en je weet waar je naartoe moet gaan... Maar wat ik weet is dit gewoon simpel gezegd een hele krachtige springkussen. Ja. Yep. En dan, je zag waarschijnlijk dat het met flash, dat komt ook omdat er elektriciteit boven zit. Waarom? Omdat het spel niet genoeg shit heeft om in je weg te staan. Dan is er ijs hier, hoe kom je eruit? Hoe moet ik eruit komen? Oh, gewoon bouncen, dat is leuk. Zo, so, Jesse, ga naar de toekomst. Oh, weer over Spaans, by the way. Waarom ga je Spaans leren? Lijkt dat je gewoon, oh, ik kan Spaans leren, daar ga ik wat mee doen. Like, ik had de keuze tussen ICT, wat ik al goed, ik ben al een beetje goed in computers dus. Spaans, wat het is een van de meest gesproken talen, dus waarom de fuck niet, toch? En ondernemerschap, ja. En ik denk niet dat ik echt ga voor een baan waarbij ik kan praten, dus. Nee. Dus ik zei van fuck it, Spaans, gewoon om dat. Kan ik dan kan ik de YouTube comments lezen die in het Spaans zijn. Goed punt. Maar waarom kan ik geen Spaans leren? Dit is racistisch. Goed punt, dan kan ik mijn anime kijken zonder een ondertiteling te krijgen lezen. Dan hoef ik niet te wachten voor die godverdomme ondertiteling. Meestal hoef ik niet te wachten voor de ondertiteling sowieso, though. Dat is waar. Behalve bij Super voor eerst, maar daarna nou is het Super al. Wordt toch een simulcast, dus fuck it. Hey, van verder met Wacky Workbench. Het is een oh, hele wacky level. Ik ga dat de hele tijd erin zeggen. Soms kun je heel moeilijk zien waar de andere platformen zijn, dus je weet niet waar je moet op springen. Waar je op moet springen. Toch wel vervelend. Of wat gebeurt. Ja. Oh mijn god. Maar volgens mij kun je door deze platforms heen springen, dus. Kijk, hoe moet ik zien waar de platform daar is? Hoe moet ik daar terugkomen zonder... Het is gewoon geluk. Like hier, daar. Ja. What the fuck. God, Sam. Nou, hij is best wel op dezelfde plek, dus misschien moet ik jou op. En dan is hier zo'n ding waar je naar boven kan gaan, maar ik wil dat niet. Ik wil hier natuurlijk mijn paal op daar als ik naar boven ga. Ja. Maar je springt hier ook wanneer erop tikt, want als dat gewoon erop lopen is die genoeg ik blijkbaar. Ik wil het heel erg irritant maken. Like, deze level is letterlijk zijn naam. Meer niet. Wacky Workbench. Ze noemen het Workbench, ze deden dit tijdens de Workbench en dachten van, weet je wat, laten we hier niet anders mee doen. Gewoon random, wat zullen we doen? Oh, gooi gewoon allemaal. Gooi gewoon een grote trampoline hier met wat platformen hier en daar. Spinnen de platformen en wat elektriciteit erboven. Fuck it. Ja, gewoon om mensen. Gewoon, het is niet irritant genoeg, dus maak het irritant. Oh, ik kan door deze platforms heen springen, dus maak. Om het nog irritanter te maken. Ja, doe dat maar. Dat is geweldig. Nee, dit was gewoon gebaseerd op Sonic Lost Levels, deze levels. Sonic Lost Levels, ja. 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 Mario's Lost Levels. Alleen makkelijk. Mario Lost Levels. Jezus, je bent naar die rol eens te kijken. Jezus Christus. Nee, ik kijk hier al, ik klop die nou al eens even. Zitten we dan in het verleden? Ja, volgens mij, ja, we zitten in het verleden, want ik ben dood gegaan, dus zijn we terug in het verleden. Hm. Ik heb net die robot gemist. Ik heb zin dat ik ben op dit pas, ik heb net die robot gemist. Je hebt goed bezig, Jesse. Ik weet niet waarom, maar ik hou van het verleden team van deze level. Ik heb een achtergrond hier ook, ziet er heel mooi uit. Dat is voordat helemaal werd overgenomen door de Russen. Ja. Ik hou niet van een groene kleur hier per se, maar ik hou van een achtergrondkleur. Ja. Oh ja, dat is... Eigenlijk precies het... Je kan zien dat het ook weer een verbouwing level is bij de achtergrond. Zoals je zei, dit is voordat de Russen het hebben overgenomen. Ik wist dat ik met Russisch was. Dat is een van zijn geheime geschiedenissen. Hij is de communist al die tijd. Het is Eggman's broer. Eggmanski. En voor een of andere reden ziet hij Sonic als een comrade. Comrade. Sonic is Amerika. Oh mijn god, we moeten denken aan die ene verhaal dat er bij die ene Sonic Hacking Contest is. Ja, het was na de Tweede Wereldoorlog. Het was de Koude Oorlog tussen Amerika en Rusland. Dus Sonic gaat Rusland invaden om te spioneren op Rusland om te kijken of dat te stoppen. Oh verdomme, dat zou een geweldige spel maken. Met code conversaties en alles. Sonic Snake.
Oh mijn god, het klinkt goed ook nog. En Tails is natuurlijk Orokan. Gewoon... Tails kan. Wat zou je denken? Shadow is Big Boss. Shadow is Big Boss. Wie is, wat is nou Grey Fox? Knuckles? Ryden is Silver. Dus wacht, Silver is eerst een whiny bitch en daarna wordt hij gewoon badass. Precies. Ja, in ieder geval, we zijn hier weer, dus nu olie in plaats van water. En we zijn bij... misschien is het gewoon donker water, weet je wel? Het is nacht, dus het is zwart. Ik denk nooit, ga je ooit naar buiten in de nacht, Dennis? Oh, wacht, ik vraag een keer, ga niet naar buiten. Wel, ik heb genoeg tv-series gezien waar ze foto's lieten zien van het buiten. Waar water is. Maar het leek niet op zwart, het leek gewoon heel donker. Ja, misschien is het gewoon heel donker water. Het is nooit zo donker, Dennis. Meestal is het gewoon heel donkerblauw. Ik vind het blauwe gevoel. Maar is water blauw? Nee, het is toch het is helder, het is Je zegt dus dat het water een donkerblauw groen krijgt, toch? Waarom is dan de water dicht bij die meertje waar ik woon dan heel erg bruin? Lek jij in een anime, Ennis? Ja. Wel. Wie is de hoofdkarakter? Oude man Jenkins. Ja. Durven ze haar om leven. De kind was geboren... Hij was geboren op zijn... 2000, hij is nu 16 jaar oud. Alleen de arme man. Alleen de arme jongen wordt genoemd als Oude Man Jenkins. Dat is letterlijk zijn naam. Aha. Interessant verhaal. Hij is een toekomstige karakter in SpongeBob. Zo, we zijn weer bij deze baas. We hebben wat platform hier. We willen natuurlijk onze live hebben. In elke baas level zit er een live, by the way. Gewoon dat ik het even. Ik zeg het gewoon even, dat je weet. Dus ik kijk hier een beetje rond. Zit hier nou een extra life of night? Het valt nooit water. What the fuck is die accent ook weer? Is dat een redhead? Nee, dat is mijn bullshit. Oh wacht, dat is redneck. Ja, het is een redneck. Redneck, jongen. America is fucking geweldig. Geweldig, jongen. Ja, het is top pistool en alles. Dick in it, dick me again! Like, wat vind je van de regel van pistolen, Jesse? Ik kan zien dat pistolen niet echt veel uitmaakt soms. Gewoon voor het feit dat er zijn andere landen waar ook heel veel pistolen, waar mensen ook een pistolen mogen hebben, maar dat gebeurt niet veel als in Amerika. Amerika heeft andere problemen ook erbij. Ik zie wel dat. Er is namelijk een regel dat de FBI geen pistolen mag geven aan iemand die misschien een terrorist is. Of op de terroristlijst zit. Maar dan doen ze het, maar iemand heeft het toch gedaan. Like, een wapen gegeven aan iemand die op de terroristlijst zit. Dat was degene die in Orlando de gay club heeft neergeschoten. Oké, voordat we daarmee verder gaan, heel snel deze baas. Oké, soms is het beeld boven en dan gaan de platformen naar beneden. En we moeten op de platformen staan waardoor hij de... Workbench activeert om ons op te bounce en dan moeten wij hem raken op het juiste moment. Of tenminste, we moeten naar hem komen. Ah. Oké, weer terug naar die gedeelte met Orlando. What the fuck, mensen? Serieus? Zijn vader zei letterlijk tegen de FBI: oh, hij is een terrorist. Geef me geen wapens. Wat heb je wapens geven? Oké. Ja, god, mensen zijn zo competent tegenwoordig. In Amerika ziet zichzelf als de grootste politie, als de wereld moet als politie moet gedragen van de wereld. Nee, dank je. Oh no, right, ik wil die lol niet. Serieus, Soets, ga weg. Ja, we weten dat je een machtig land bent, maar... Ja, en hier hebben we wat gaan we dit noemen? De niet Starlight Zone. Wacht, zingen ze uit de achtergrond. Give them deep. De hele tijd. Ja. Ah. Zo waar? Dat is
begin van het spel. Ik kap een achtergrond hier. De aesthetics zijn geweldig, het is alleen het level design is zo slecht. Oh, het is gewoon het is chaotisch, het is overal. Ja, dat is catchy. Ja. Niet zo catchy als het team tegen met de zonne klaar zelf. Oh my god, ik ook. Ik ook. Het is heel graag, ik zat het op een emulator te spelen, maar de soundtrack werkt niet voor geen reden. Dus kocht je maar de computerversie? Ja. Nou, waarom niet? Ik bedoel, Tails zit erin en het is goed, het is goede kwaliteit. Ja, plus je geeft geld, dat is zeker, I guess. Toch? Ja. Je verdient het voor Sonic Mania, holy shit. Maar Sonic Mania en hopelijk de volgende Sonic Generations, I guess. Ja. Dat is twee goede spellen, oké, ik ben... Ik weet niet. Misschien gaan ze de volgende Sonic Generation verneuken, het is Sega. Ah, ik weet zeker dat Sega... Sega zit nu in de mode waar ze hun les hebben geleerd en dan 2 jaar later gaan ze weer alles verneuken, oké? Ja, precies. Okay? Dat is hoe het altijd werkt met Sega. Like, 2 jaar goed, 2 jaar hartstikke fucking slecht, dan weer 2 jaar goed, maar dat is hoe het werkt. Maar hoe verneukt, hoe doe je dat? Ja? I guess it's a talent. Hun PR-account Sonic the Hedgehog is fucking geweldig, though. Ja, dat wel. Dan krijg je zoveel connecties. Tegenwoordig hebben ze nu PR-accounts aan tieners gegeven die met niet gebruiken. Zoals bij Arby's, weet je wel, met die VR. Dan heb je die schip die door de uien heen gaan. Dat is geweldig. Ja, volgens mij probeert Sega meer contact te houden met zijn fans, dus. Maar ze doen het op een goede manier in plaats van Nintendo. Maar met Nintendo merk je dat ze gewoon een meme erin gooien, gewoon. Memes zijn grappig, toch? Die lacht toch mee, betot, alsjeblieft. Ik hou van de achtergrond hier ook. Het ziet er geweldig uit. Oh, dit is de beta-versie van Menno op Sonic's team. Dit is een soort Griekse achtergrond, of zit er in Griekenland? Of zoiets. Zo, so, Sonic CD is de reis door Europa. Ah, oh, waarschijnlijk wel. Nee, wie wel dat op... Zo, so, dan waar wordt Wacky Workbench dan? Wel Rusland. Oost-Europa. Oké, dat is goed. En? Wel... Oké, misschien is dat eigenlijk wel logisch. Ik bedoel, Japan, Friese, maar waar kunnen we daar aan denken? Griekenland of zo, of Italië. Kan. Of Spanje. Chaos Collision Zone. Welke, is het deze of welke was dat ook weer? De roze level. De roze level. Het lijkt op meer bergen, toch? Wat bergen dan? Hoe is de level precies? Daar is het een soort berg of? Ik weet niet. Ik zou zeggen dat dit een park level is of zo. Ja, dat is een soort park level. Fuck it, Frankrijk, want dat heeft Disneyland Parijs. Ik dacht ook Frankrijk, holy shit. Oh kijk, daarnet zit ze de Metal Sonic Monitor. Ja. En dan We hadden de ene mijn level kwart. Waar hebben we een Ik denk dat het symboliseert dat wij alle bomen hadden eraf gehakt voor onze houten huizen. Ja, dat is logisch. Deels logisch eigenlijk. Als ik erop nadenk. Ja, dus we gaan door Europa heen. Holy shit. Je had dat... Dat is eigenlijk een interessant. Ik vraag me of dat expres is gedaan of niet. Vast niet. Ik kan zeggen van wel, om eerlijk te zijn. Nou, deze team is ook nice. Ja. Alleen, ik vraag me af wie het licht heeft uitgevonden op dit punt. Een hamster. Ze hebben letterlijk een hamster aan het middeltje gezet. Maar hier heb ik bijvoorbeeld een ding van het level. Like, waar moet ik naartoe gaan? Like, het is overal waar ik naartoe kan gaan. Het is allemaal met een soort buizen of zoiets. Wel, Jesse. Oh, weet je nog, tubes? De tubes van de handheld games. Fucking tubes! Hey Jesse, je moet één ding onthouden. Het is een Sonic spel, dus je moet altijd naar rechts gaan. Ja, maar ik kan niet naar rechts gaan bij sommige plekken, dus ik moet weer... Dan geloof je niet hard genoeg. Je moeder. Dat is wat je kan zeggen op dit punt. Holy shit! Precies, krijg ik hier wel.
Ja. Face the rainbow, motherfucker! Ja, fullscreen warning, mensen. Moest je... We zeggen dat nu pas, maar fullscreen warning. Holy shit. Ja, goed. Hoe kwamen ze hiermee weg? Oké, je vraagt altijd zulke vragen wanneer je een spel ziet of een anime ziet. Dan zie je iets en dan denk je van, hoe kwamen ze hiermee weg? Goeie vraag, hoe kwam er hier? Wie dacht dat dit een goed idee was? Ja, hoe? Kijk, er is iemand in die office ergens die dacht van, oh, dit is een geweldig idee, laten we degene die koos dat Goku en Ajax Agent Anime moest krijgen. Nog wat? De mensen die dachten... Oh, Goku en Ajax Agent, maar zo Goku en Ajax Agent. Geweldige plot, dames en heren. Ik zweer dat je daar moet kijken. Tenzij je homo bent. Moet erin naar kijken. Ze hebben de lolly gefilterd overgeslagen. 0-10. Tenzij je lolly bent en een pedofiel. Nee, wacht. Dat is een grapje. Joku. Ik pak af van deze team, alleen. En dit wordt gepest door de running team. Maar het team hier is geweldig. En de achtergrond ook. Dit is geweldig. Like, laatst wat verpest door het baasteam. Like, Ape-Man heeft een moordlustig wapen bij zich, toch? Ja. Like, die alles in één keer kan doden. Waarom gebruikt hij dat niet in de toekomst? Fuck jou, daarom. Ja, I guess. Oh man, ik hou van deze team. Yeah. Vooral de Sonic Generations team heeft. Dat is mijn favoriete versie van deze team, volgens mij. Ik hou gewoon van deze team. Ik heb toch niet de Generation. Ik ken hem met de Generations versie niet, dus. Wel whatever. Gaat lang duren voordat we daar komen. Geen zorgen, we zijn al dit jaar door alle Sonic spellen heen geweest, toch? Alle klassieke spellen in ieder geval, of is alle belangrijke spellen. Maar geef het volgend jaar, we zijn klaar met Generations een uurtje. Maar Sonic Adventure is, maar de eerste Sonic spellen duren lang en zijn soms moeilijk om te maken. Goed punt, dus nog Shadow the Hedgehog is Sonic 06 ook. Ik weet niet zeker of Sonic Adventure 2 ook nog gaat doen in 2017. Moet je haar redden. Ja. Oh, wat schattig, Brandus. Een leuk dingetje over dit spel. Als je 3 minuten lang stilstaat, krijg je een automatische game over. Ik weet het, dat zegt van Sonic. I'm out of here. Fuck this shit, I'm out.